Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, fragmenten uit DNA over behandeling wet op de staatsschuld, bouwpraktijklokalen LBO Atjoni, opening huisartsenpost SZF, gebruik styrofoam per 1 november verboden en Hakeringbank lanceert mobiele betaalapplicatie MoPay. De Nationale Assemblée heeft de wijziging van de wet op de staatsschuld goedgekeurd. Voorstellen die gedaan zijn door diverse volksvertegenwoordigers zijn meegenomen in de gewijzigde wet. Focus voert u terug naar de discussies in het Hoogste College van State. Wij zijn hier voor de woorden van het volk om de regering te volgen, alles wat ze doen, wat ze goed doen en wat ze niet goed doen. En dit is een hele foute zaak wat ze nu bezig te doen om de strafbaarstelling weg te halen, meneer de voorzitter. En wij zeggen van, hoe kunnen wij als parlementariër dit goedkeuren? Natuurlijk, er zijn 26 aan deze kant. En dan wordt het goedgekeurd. Goed of niet goed? Je moet goed opletten wat ik zeg. Goed of niet goed? Wordt het doorgedrukt. Terwijl je volksvertegenwoordiger bent en je boeit me, dat is een boeien. Maar toch, je keurt het goed. Dus daarom zeg ik, het parlement is een werkarm geworden van de regering. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook ik heb geluisterd. Het was niet altijd makkelijk om het belangrijke of de rode draad eruit te halen, voorzitter. Er was zoveel ertussen waarvan het filteren soms wel moeilijk ging, maar het is me toch uiteindelijk toch gelukt, voorzitter. En ik moet zeggen, voorzitter, zoveel gespuis, maar goed. Voorzitter, het schuldenniveau dat we nu hebben is opgebouwd door opeenvolgende regeringen. Opgebouwd door ook de frontregering waar de ABOP deel van uitmaakte. Ook Bouterse 1 waar de ABOP als partij deel van uitmaakte, voorzitter. En wanneer de spreker toen als voorzitter en coalitiepartner projecten uitvoerde en beleid uitvoerde met middelen, dan moest hij weten dat er ook leningen daaraan gekoppeld waren, ja. En als er niet genoeg gedaan is geworden omdat er misschien gebrek was aan inzicht en visie, dat laten we in het midden, voorzitter. Maar feit is dat het schuldenniveau is opgebouwd door verschillende regeringen. Dus als de spreker nu hier staat en vraagt bij welk schuldenniveau de minister van Financiën zal ophouden te lenen, dan rijst bij mij de vraag, voorzitter, de wedervraag aan de spreker, bij welk ontwikkelingsniveau zou hij willen dat we als land moeten stoppen met lenen, voorzitter. Bij welk ontwikkelingsniveau zou het lid Brunswijk willen, en ik hoop dat hij het begrijpt, zou hij willen dat we moeten stoppen met lenen, voorzitter. Want de mensen in het binnenland, die krijgen nu elektriciteit uiteindelijk nadat hij 2 keer in de regering heeft gezeten en het nu heeft kunnen brengen. In de commissievergadering heeft de ABOP duidelijk aangegeven hoe de schuldenlast van Suriname verkroot werd bij elke regering met een NDP-signatuur. Ik durf dat te zeggen en ik ga het vandaag weer herhalen. Dat gebeurt nu weer, meneer de voorzitter. Telkens weer moet de volgende regering puin van de NDP-regering opruimen. Elke keer weer. Wanneer de NDP niet meer aan de macht komt, dan moeten we die puinhoop gaan opruimen, die regering die komt. Dat gaat weer gebeuren, 2020. Mijn oren die klapperen van wat ik allemaal hoor, maar goed. We hebben het over de wet, houden de nadere wijziging van de wet op staatsschuld, SB 2002 nummer 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2017 nummer 10. Voorzitter, deze wet is binnen korte tijd eigenlijk een veelbesproken wet geworden. Ik heb heel veel mensen hierover gehoord. Ook hier heb ik zo gehoord, voorzitter, niet-economen, economen, mensen die
napraten de niet-economen en de pseudo-economen, voorzitter. Een heleboel wordt gezegd en soms vraag ik me af, maar waar gaat het nou over? Is die wet wel gelezen? Is die nota van wijziging wel doorgenomen? Maar goed, voorzitter, ik ben niet degene die hier vragen stelt en de vragen zelf beantwoordt, zoals andere leden. Ik laat de antwoorden voor zij die daar antwoord op hebben. Wanneer mensen zeggen dat we ongelimiteerd de minister van Financiën willen laten lenen, voorzitter, een open check willen geven aan de minister van Financiën, dan schud ik mijn hoofd en dan zeg ik, uno grabatori, we weten niet waar het om gaat, we horen iets en we praten na en we praten na, maar we lezen niet. Jammer, voorzitter, heel jammer. Uiteenlopende meningen, en natuurlijk, ieder mag een mening hebben, dat mag, dat is juist goed. Ook ik heb een mening, voorzitter. En ook de Nationale Democratische Partij heeft een mening. We hebben standpunten hier gehoord van de PL-fractie, de Partij El Hoer. De VHP heeft zijn standpunt, de ABAP heeft zijn standpunt. Maar ook de NDP heeft zijn standpunt, voorzitter. Ook de NDP heeft een standpunt, lid Gayadin. En natuurlijk mag iedereen zijn meningen en zijn standpunten hebben, voorzitter. Voor ons is de discussie niet of we de wet op de staatsschuld gaan wijzigen. Voor ons is niet ter discussie of we de wet op staatsschuld of de wijziging daarop gaan intrekken. Voor ons is de discussie hoe gaan we die wijzigingen doorvoeren. Welke wijzigingen gaan we doorvoeren? Dat is niet ter discussie, voorzitter. Dus mensen die een heleboel acties ondernemen om ons ertoe te bewegen, om te komen tot intrekking van de wet, om te komen tot niet wijzigen van de wet en om op te roepen om niet te stemmen en meer van dat soort dingen, voorzitter, dat is hier niet ter discussie. Wat hier ter discussie is, hoe kunnen we deze wet zo goed als mogelijk met vele inzichten van instanties die daar betrokken zijn, die daar inderdaad weet van hebben, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk veranderen? En daar sta ik natuurlijk open voor. We hebben ze gehoord, we hebben staatsschuld gehoord, bureau staatsschuld gehoord, we hebben het ministerie van Financiën gehoord, we hebben de rekenkamer gehoord, we hebben verschillende schriftelijke feedback als commissie mogen ontvangen, voorzitter. We hebben de mensen gehoord, we nemen alle inzichten mee, zoveel als mogelijk waar dat kan en waar dat toepasbaar is. En we zeggen, we zijn hier ready om te werken aan de wijziging van de wet op de staatsschuld. En de hamvraag is, hoe zal die wijziging plaatsvinden? Men gaat zelfs zo ver om aan te geven dat het niet zozeer om de hoogte van de schuld gaat, maar de kracht van de economie en het vertrouwen in de toekomst en de kwaliteit van het te voeren beleid. Deze zaken bepalen aan het eind als een land in staat zal zijn om hun schuldverplichting te kunnen dragen. En dan gaan we verder naar het trefwoord corruptie. Men leeft ergens met het idee dat de overschrijding van het obligoplafond neerkomt op corruptie. Men verwijst naar al dat soort ministers in het buitenland die zijn veroordeeld vanwege schuldmaking aan corruptie. Maar ik vraag me af als mensen wel weten waaronder ze het woord corruptie moeten plaatsen. Weten ze wat corruptie betekent en waar je het moet toepassen? Snapt men de definitie ervan wel? Laten we even kijken naar de definitie. Of de betekenis. Corruptie is het politieke, sociale of economisch verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt ten einde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen. In het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. Hoe is het dat als we dit lezen, anderen dit binnen beleidsvorming van dit wetsconcept willen plaatsen in de noemer van corruptie? We praten hier over het financieren van ontwikkelingsdoelen op basis van een wet. Een wet goedgekeurd door de Nationale Assemblée, met name de begroting.
Men heeft de neiging in Suriname om door middel van gefluister zaken over te nemen van anderen zonder goed na te denken over dat wat wij stellen. En men begint te speculeren. Corruptiespeculaties passen niet binnen dit wetsconcept. Het gaat om het bevorderen van de economische groei door middel van het afstemmen en goedkeuring verkrijgen van deze doelen binnen het parlement. Omdat we weten wat de gevolgen zijn voor Suriname als we corruptie blijven handhaven, hebben we daadkracht getoond binnen de assemblee en onder andere gewerkt aan de totstandkoming van de anticorruptiewet, aanpassing van de comptabiliteitswet en wijziging van de wet rekenkamer. Het stopt niet daar, want er komen veel meer wetten. Als we terugkomen op de behandeling van dit concept, hebben we eerder ook voorstellen gedaan bij het intrekken van de strafvorderingen en we hebben gevraagd voor veiligheidskleppen die ingebouwd moeten worden. Ik ben blij te vernemen dat ieder ermee akkoord is gegaan, nadat de minister ook wel heeft aangegeven dat hij daar een warm hart voor draagt. We doen het niet zonder meer. Je land ontwikkelen betekent handel drijven. Bij handel drijven dien je een internationale reputatie te hebben als land om zodoende te verdienen en meer investeringen naar je land toe te trekken en ook ontwikkelingssamenwerking te behouden. Het bewerkstelligt invloed voor jou als land. Voorzitter, we zijn het proces gestart voor het verder opstellen van transparante regels door het inbouwen van genoeg mechanismen en processen. Als we rekening houden met de wereldontwikkelingen, weten we dat alle landen schulden maken. Maar we merken ook de trend dat alle landen nu richting schuldsanering zullen moeten gaan. Ik heb het al gezegd, 90% van onze leningen zijn concessioneel met bevriende naties zoals India en China en met bevriende ontwikkelingsinstituten zoals de IDB, de Islamic Development Bank, OFID, de Caribbean Development Bank. Dat is ons portfolio. We zijn één keer in feite de markt opgegaan. En dat was nog niet eens voor de overheid. We zijn de markt opgegaan om staatsolie in feite uit de misère te halen. Omdat zij op dat moment zouden defaulten op hun leningen. En dat de banken in feite de controle zouden hebben over de inkomsten van staatsolie. We hebben ons kapot gewerkt on the road. We hebben het geld binnengehaald. Staatsolie kon goed verder. En vandaag de dag is staatsolie in een veel betere positie dan vandaag. Hetzelfde in het verlengde van wat het geachte lid Waterberg aanhaalde. Zijn we heel veel in de bres gesprongen voor de utilities, de nutsbedrijven. We praten over waterleiding, we praten over de watervoorziening, we praten over elektriciteit. We hebben de afgelopen jaren, en dan praat ik over de laatste 10 jaren, toch wel een aantal honderden miljoenen gestopt in elektriciteit en in water alleen. En dat is allemaal omdat wij de ontwikkeling naar de bevolking moeten brengen. Ik ben blij dat wij in dit traject, in het zwarte moment van de crisis, de ondersteuning van u als Hoogste College van State hebben gehad. En die ondersteuning, vooral met de eerste aanpassingen van de leningenwet, hebben ons de ruimte gegeven het kapitaal te zoeken waar nodig was. De Atjoni heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het startsein gegeven voor de bouw van praktijklokalen voor het LBO. Dit gebeurde op donderdag 31 oktober. Met de bouw van deze lokalen wil de overheid tegemoetkomen aan de wens van leerkrachten, leerlingen en ouders om dicht bij huis van beter onderwijs te kunnen genieten. Als we investeren in jonge mensen en daarbij naar een bank moeten gaan om te lenen, dan doen we dat ja. Want die jonge mensen, die zijn het 100% waard.
Het is een geweldig moment, historisch. We hebben ernaar uitgekeken. De nieuwe logo die we voor boven Suriname hebben ontworpen, daarop staat een leus op naar grotere hoogten. Als we dit soort dingen zien, dan zien we dat we echt op weg zijn naar grotere hoogten. Onderwijs is de basis van de ontwikkeling van de mens. En we weten dat de VUI-school gedeeltelijk opvang biedt aan LBO-kinderen. Maar de afgelopen periode was het slechts de eerste klas die hier geaccommodeerd kon worden, omdat de vaklokalen er niet waren. Nou, met de komst van deze vier lokalen weten we dat we verzekerd zijn dat de kinderen door kunnen gaan. Want de afgelopen periode gingen ze naar de eerste klas en dan moesten ze naar de stad. De ouders wilden of ze wilden niet, de kinderen moesten naar de stad. En ouders die dat niet, zich niet konden permitteren, nou, dan keerde dat kind dan maar naar het dorp terug. Dat was zo jammer. Dus nu met de komst van de vier lokalen zijn we verzekerd van praktijkonderwijs in boven Suriname. Geweldig. Het is een droom die uitkomt. We hebben al lang erop gewacht. En we zijn blij dat het komt, zodat we echt gaan kunnen focussen op het LBO-onderwijs op Pachoni. Met technisch en beroepsvorming zullen we in het nieuwe curriculum, wat we nu aan het ontwikkelen zijn voor de vijfde en de zesde klas lagere school, groep 7 en 8, gaan we dat al integreren. Dus, want je ziet hoe weinig jongens er eigenlijk nog overblijven, maar die vallen meestal, als ze uitvallen, vierde, vijfde klas. Dus we willen die jongens behouden, door ze ook nogmaals die interesse voor die technische en beroepsrichting al aan te wakkeren, dat ze kunnen doorgaan. En voor de meisjes ook. Hè, nogmaals, ik ben er niet zo lang achter gekomen dat het zelfs een van de regels of de maatregel is binnen mijn bureau beroepsonderwijs om meisjes maar een bepaalde richting op te sturen. Ik denk dat kan toch niet. Hè? En ik heb de vertegenwoordiger van het bureau ook direct erop gewezen. Ik zeg wanneer wij praten over technisch en beroepsonderwijs en trainingen, dat is voor iedereen. En daarom ben ik blij dat ze hier de architect hebben die vrouw. En dat degene die belast is met de begeleiding van de hele bouw ook een vrouw is. Hè? Dus, en wij praten over gelijkheid. Dus ook die gendergelijkheid binnen het beroepsonderwijs, daar vragen we heel veel aandacht voor. Uit statistieken van het SZF bleek dat de behoefte voor huisartsenzorg buiten reguliere huisartsenpolie tijden groot is. De huisartsenpost is open van maandag tot en met vrijdag, van 7 uur 's morgens tot en met 7 uur 's avonds. Op de zaterdag, zondag en feestdagen is deze post 1x24 uur beschikbaar voor de samenleving. Dit is een van de mijlpalen die de regering, onze president, al jaren geleden had gedacht. En vandaag hebben we het gerealiseerd. Het is een huisartsenpost die van 7 uur 's middags tot 7 uur 's morgens open is. En op de zon- en feestdagen, zaterdag ook, 1x24 uur. Dit is een verbeterde toegankelijkheid van de primaire gezondheidszorg voor de totale gemeenschap. Maar in het bijzonder voor Paramaribo neem ik aan. Al geruime tijd krijgen wij van onze cliënten te horen dat de toegankelijkheid naar huisartsenzorg, met name op de tijdstippen 7 uur 's middags tot 7 uur 's morgens, vrijwel onmogelijk is. De enige keuze die onze cliënten hebben is de spoedeisende hulp van Academisch Ziekenhuis of nog een paar andere hulpverlenende diensten van Diakonese Ziekenhuis en Sint-Vincentius Ziekenhuis.
Uit onze statistieken dus blijkt dat de vraag naar huisartsenhulp in de avonduren, buiten de reguliere huisartsenpolietijden, vrijwel hoog is. Dus vandaar dat wij de keuze hebben gedaan om een huisartsenpost te openen die voor de publiek toegankelijk is buiten de normale reguliere polietijden van huisartsen. Maar daarnaast ook zien wij dat de spoedeisende hulp overbelast wordt. Dus de bedoeling is dat wij met deze initiatief een stukje bijdrage kunnen leveren om de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo te ontlasten voor wat betreft de huisartsengevallen. We zijn toegankelijk voor een ieder. Een ieder, al bent u Assuria verzekerd, al bent u zelf Reliance verzekerd, alle SZF-verzekerden, maar ook al heeft u geen verzekering, het is ook toegankelijk voor u. Het voordeel die wij hebben als huisartsenpost hier bij het Staatsziekenfonds is dat wij pal aan de overkant het SZF-apotheek hebben. En dus wanneer u zich aanmeldt bij de huisartsenpost, een recept in ontvangst krijgt, kunt u zich aan de overkant per onmiddellijk uw recept in behandeling krijgen en uw medicijnen pakken. De huisarts is primair bedoeld voor alle huisartsengevallen. Huisartsenpost, u kunt het zo'n beetje al vanuit de naam afleiden. Maar daarnaast zijn wij ook in staat om de niet-huisartsengevallen te identificeren en stabiliseren eventueel, om vervolgens door te shunten naar de secundaire en tertiaire lijnen. Mocht het zijn dat u komt voor een niet-huisartsengeval, bijvoorbeeld een hartaanval of met algehele brandwonden, dan zijn wij in staat om u ook op te vangen. Daarom hebben we een douchecabine, daarom hebben we de basic medicatie dat we nodig kunnen hebben in zulke gevallen. En vervolgens, wanneer we u hebben gestabiliseerd, hebben we ook een ambulanceservice ter beschikking die u per onmiddellijk van hieruit naar een secundaire of een tertiaire lijn kan brengen voor verdere behandeling. Per 1 november is het gebruik van styrofoamproducten als verpakkingsmateriaal voor voeding in Suriname verboden. Het gaat hier om de bekende wegwerpfoambakjes, borden en bekers die vooral in de horeca worden gebruikt. Vooruitlopend op dit verbod heeft de overheid gesprekken gevoerd met producenten en importeurs om met alternatieven te komen. Styrofoam is milieuonvriendelijk en schadelijk voor de gezondheid. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft op 1 mei een importstop voor styrofoam ingesteld. Op 1 november hebben wij een verbruiksverbod voor styrofoam ingesteld. Dit heeft het ministerie kunnen bewerkstelligen in samenwerking met het kabinet van de president en het ministerie van Volksgezondheid. We roepen de samenleving op om te kijken naar de alternatieven die in de winkels zijn te vinden. Het zijn voornamelijk biodegradable producten en composteerbare producten. Uiteindelijk wil ik zelf gaan dat wij naar die alternatieven die uniek zijn voor Suriname. Ze worden gemaakt uit tarwe, suikerriet, uit mais, uit maizena, papier. Zelfs advocaatpitten kunnen worden gebruikt om dit soort dingen te maken. Daar hebben we de kalebassen, bamboebekers, bananenbladeren. Alles is mogelijk, maar kortom, al deze dingen hebben wij in Suriname. Er is geen belemmering voor een ondernemer om te zeggen, oké, ik ga daarin investeren en ik ga produceren voor Suriname, ik ga produceren voor het Caribisch gebied. Welke zijn de styrofoamproducten die nog zijn toegestaan? Dit zijn de styrofoamproducten zoals aangegeven. De foam trays die worden gebruikt voor diepvriesverpakkingen, waaronder vlees voor kip, etc. De koelboxen die we gebruiken voor export van vooral vis, maar ook andere diepvriesproducten die wij exporteren. En daarnaast de eierrekken. Daarbij moet ik zeggen, dit zijn foamproducten die wij bij onze eigen productie nog gebruiken. Ze leveren geen directe gevaar voor de volksgezondheid op, maar ze zijn wel vervuilend. Suriname is een nieuwe online betaalapplicatie Reker.
De Hakeringbank zet met de introductie van deze nieuwe betaalapplicatie genaamd MoPay een stap richting de verdere digitalisering van het financieel verkeer in Suriname. De Stichting Staatsziekenfonds is een partnerschap aangegaan met de bank om zodoende betalingen met zorgafnemers en zorgverleners effectiever en efficiënter te doen verlopen. We zijn zeer verheugd en met gepaste trots introduceren wij vandaag de Hakeringbank e-wallet MoPay. MoPay is een moderne, innovatieve manier van betalen via je mobiele telefoon. Het maakt elektronisch betalen in geheel Suriname mogelijk. In de stad, in het district en in het binnenland. In verschillende valutasoorten. Onze eigen currency, SRD, maar ook in US dollar en euro. Alleen een internetverbinding is vereist. De tijd dat zeg maar, de financiële diensten een beetje ophielden bij de stad en de nabijheid van de stad, is denk ik hiermee voorgoed voorbij. We gaan hiermee in feite heel Suriname ontsluiten met financiële diensten. De Hakeringbank geeft hiermee invulling aan haar strategie om middels innovatieve producten en diensten haar businesscliënten te ondersteunen bij het genereren van meer inkomsten en lagere kosten. Dat is iets wat natuurlijk voor ieder, elke ondernemer van belang is. Meer inkomsten, lagere kosten om uiteindelijk een betere bottomline, een beter rendement te realiseren. Hakeringbank is uw partner in deze. En ook haar retailklanten met meer gemak. Om die innovatie goed in te bedden in onze structuren, binnen onze organisatie, hebben wij het multidisciplinair samengestelde Hakeringbank Innovation Lab, ofwel HiLab, opgericht. Deze benadering is succesvol. Getuige de introductie van Hakeringbank Online Payment, HOP. De lancering van ons e-commerce platform Hoppa. De introductie van het online lending en mobile lending platform Hakeringbank Easy Request. Dit zijn allemaal zaken die ook vanuit HiLab zijn geïnitieerd. En vandaag de launch van MoPay. De meeste mensen, dat hebben dus opgemerkt, komen en betalen dus cash. Ondanks ze ook kunnen overmaken, ondanks ze ook met hun pinpas kunnen swipen. Ja, ze komen gewoon met cash. We hebben gemeend door gebruik te maken van de mobile wallet, om de mensen dus nu nog gemakkelijker, maar meer nog veiliger de mogelijkheid te geven om middels hun mobile die premie te voldoen. Meer nog, wij hebben ook gemeend, omdat wij ook betalen aan dienstverleners, aan artsen, aan medisch specialisten, dat wij in plaats van dat te doen op een lange manier, om dan real-time de overmaking, de betalingen te doen plaatsvinden middels die mobile wallet. U heeft dat gezien, de demonstratie is er geweest. In dat opzicht ontvangt de ontvanger meteen real-time, zodra ik indruk, ontvangt de ontvanger meteen het bedrag op zijn of haar mobile wallet. Ja, dus het is real-time en hoeft daar niet te wachten. Het is dus, brengt ook een stukje convenience. Maar als de receiver dus heeft ontvangen op die mobile wallet, kunnen zij dat weer aanwenden binnen hun eigen beleving om zelf weer betalingen te verrichten. Ik kan u zeggen dat ik blij ben om te partneren nu met de Hakeringbank, omdat wij ook gevolg geven aan de oproep van de minister van Financiën, van de regering, om meer te gaan digitaliseren. Om af te stappen van die cashcultuur die er in Suriname is. Om over te gaan naar digitale manier van financiële transacties. Het is nogmaals, het is veiliger. Het is convenient. Je hoeft niet bang te zijn voor overvallen. Je hoeft niet bang te zijn dat je geld verliest. Het is voor zowel voor de gebruiker als voor de instelling, qua management van je portemonnee, toch wel stukken handiger hiermee. Dus al met al, wij waren blij enthousiast. En vandaar dat wij dus ook zijn gepartnerd met de Hakeringbank. En ik hoop nogmaals, ik heb het al gezegd in mijn speech, de ultimate beneficiary
is de samenleving. Ik hoop dat de samenleving gebruik hiervan maakt. En massaal ook ja, die app gaat downloaden, zodat ze ook gebruik kunnen maken van dit platform, deze MOPE-platform. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.